Ik ben Shamissa de Broei, ik ben schrijver, tekenaar, art organizer. En ik neem jullie mee in de wereld van Berline de Bruikere in het Middelijn Museum. Het is altijd leuk om in de wereld te zien van een tekenaar of van een kunstenaar. En schetsen zijn eigenlijk de snelste manier om iemand te leren kennen. Daar zit meer gevoel in, daar zit meer de puurheid van een idee in. En dat is iets dat ik als tekenaar zeker apprecieer, de puurheid van een idee. Hier zien we de schetsen van Berline toen ze eigenlijk aan het begin stond van haar idee. En waar je ook meteen ziet dat ze zich begint te graven in het idee van de lakens, van de texturen, waar ze dus ook inkt voor gebruikt. Inkt is echt een materiaal, net zoals houtskool, waar je je pure bewegingen aan het werk ziet, waar je eigenlijk heel weinig kunt verstoppen. Wat ik zo leuk vind aan tekeningen, dat je echt ziet dat je handen een beweging aan het maken zijn. Dat je van je hersenen een directe lijn hebt naar je vingers. Vind ik fantastisch. Ze noemt het vrouw die in een boom gaat. En de vrouw verstopt zich echt in de boom, in de hoek, in de nokken van de boom. Wat ik ook fantastisch vind. Zo die geborgenheid van naar niks te kunnen zien. Even helemaal omgewikkeld te zijn en dicht bij iets te zijn, een textuur te zijn. Een soort van verstoppen of de wereld wegduwen. Maar ook echt wel die veiligheid. En dat vind ik een heel leuk contrast tussen de twee. Maar ze breekt eigenlijk meteen die veiligheid door op het laken iets te schrijven. Een tekst waar we vandaag dus ook veel over zullen nadenken en waar het echt om draait. Onschuld kan een hel zijn. Ik zelf als kunstenaar denk daar ook heel veel over na. Onschuld en hoe dat in kaart te brengen. Dingen die je direct aanraken en hoe gaan we dat in beeld brengen? Dat is een vraag die ik echt probeer op te lossen. In dit stuk van de expo krijgen we de kans om de inspiratie van Berline te ontdekken. Het lijkt echt een allegaartje van beelden, maar je voelt wie dat ze is. Ze is niet bang om in de duisternis te kijken. Dat is wel één van mijn angsten. Ik vind soms, als we echt in het diepste van de mens zouden kijken, dat we ons zouden verliezen. En het lijkt ergens ook wel dat Berline zich erin verliest. Maar ze zoekt een oplossing, ze zoekt een manier om toch te geloven in het zachte, in het kleurrijke. We zien heel veel kleuren in de foto's. Maar vooral in het laken. Ik hou van de kleuren die ze gebruikt in de lakens. Ze heeft schetsen waarbij dat ze heel puur aanbrengt welke kleur een laken heeft. En het zijn de juiste kleuren. We voelen meteen, dit is een laken waar ik onder gelegen heb. Lakens lijken niet van design te veranderen. We hebben altijd dezelfde vormen, altijd dezelfde kleuren. Als we ze niet in die kleur zouden hebben, zouden we ze dan nog herkennen. Ze toont ons wat een laken kan doen met ons, wat een laken kan betekenen voor ons. Een laken kan je onderliggen. Als je iets vangt of je huisdier is nat, dan wikkel je ze erin. Maar is het dan onze privilege om zo'n herinnering te hebben? Ik vind het ook interessant als een kunstenaar toont dat wat ik eigenlijk wil vergeten, of waar ik niet naar kijk. Dat is de kracht van beelden. We kijken eigenlijk ook naar mensen, vluchtelingen, daklozen, gestorven dieren. In de foto's lijken we precies allemaal objecten. En ik denk dat een kunstenaar daar ook echt zijn kracht laat zien. Hoe ons leven gewoon een object wordt. Maar wel één met betekenis. Het jammer van sommige beelden is dat je textuur verliest. Maar Berline wil dat je wilt dit aanraken.
Je kan het niet vermijden. Het is gewoon rond u. Je wilt het aanraken, je wilt weten hoe het voelt. Want de aanraking laat je herinneren en de herinnering voelt als een aanraking. Ben ik een beetje jaloers op. Ik denk, als je probeert te groeien als kunstenaar, moet je ontdekken wat belangrijk is voor jou. En welke dingen jouw kunst bepalen. En het idee dat een viltstof kan staan voor pijn, geluk, herinnering, de Eerste Wereldoorlog, dat is een les die ik nooit zal vergeten. Onschuld kan een hel zijn. Ik denk, de poëet in mij vindt het ook interessant dat een zin zoveel kan zeggen. Iedereen weet wanneer je jong bent en je onschuldig bent, dat je je buitengesloten voelt, dat je niets weet, niets begrijpt. Dat is een vorm van hel. En ik denk dat ze dat hier ook wel wilt vangen. We zijn naïef wanneer we een laken rond ons leggen en denken dat we veilig zijn. Maar toch, die kleuren maken ons blij. En die maken iets in ons los. Want blauw is voor veel mensen een lievelingskleur. Bevrijding, de hemel, zomer. Maar een blauw laken met gaten is je zomer die opgebrand is. Verdwenen. Ik ben bijna jaloers op Berlinde. Hoe ze enkele simpele elementen samenbrengt en we toch de betekenis snappen. Waarbij het gewoon opgaat in de rest van haar inspiratie. En dat we haar meteen begrijpen. Of waar het bijna een soort van fotoalbum wordt voor onschuld dat een hel is. Zoals een mobiel met verschillende kleuren lijkt het bijna onschuldig voor kinderen. Maar dat is het niet. Het is een uitvergroting van dat hele kleine stukje dat ze onderzoekt in haar werk. En hoe het verschillende vormen kan hebben. Maar ook een hel is. Bijna jaren 70 patroontjes en kleuren uit andere culturen. Verbindt het ons ook? Ik vind het echt zo universeel. Sommige zijn voor kinderen, voor volwassenen. Maar alle ontwerpen zijn herkenbaar. En toch maakt ze ergens haar eigen. Maar zelfs dit laat ons denken aan onze jeugd, aan hoe het was om klein te zijn. Waar jouw naam stond in jouw nek en je lichtjes krabde doorheen de dag. Ook een vorm van hel. Dit is de laatste etappe van onze wandeling. Maar eigenlijk eindigen we bij het begin. Dit was het eerste werk dat Nilijm van Berlinde binnengehaald heeft en waarop dat ze de rest van de expo gebaseerd heeft. Je voelt hier ergens dat ze hetzelfde verhaal vertelt, maar dat ze met de leeftijd een zekere finesse bovengehaald heeft. Als we van ver al aankomen bij het werk, zie je het schitteren in het bos. En die spanningsopbouw is prachtig. De natuur tegenover het glinsterende metaal. Maar het is hard. Harder nog dan de beelden die ze verzameld heeft. Het metaal heeft een soort van textuur die bijna in contrast staat met de natuur. De natuur recreëren gaat bijna niet. Er is iets mooi en organisch aan de vormen dat je niet kunt namaken als een mens. Ons geheugen, onze ogen zien de vormen wel, maar we vangen ze niet. Om dat in contrast te zetten met zoiets hard als een goede dag, als een metalen voorwerp als deze pinnen, voelt onnatuurlijk aan. Maar dat is het gevoel dat ze ook wilt oproepen. Het verwrongene tussen de twee. Ze horen niet bij elkaar. En toch, gebaseerd op een gevallen boom, op een verwrongen boom, op een boom in stukken, past het erbij. Het sleurt de boom precies naar beneden. Maar het houdt het ook in stand. Ik denk ook dat dat een kritiek is op kunst.
kunst is op zich ook een middel om dingen naar beneden te halen, maar ze toch in stand te houden. Ik voel hier de jeugdigheid van Berlinde. Hoe dat ze het gemaakt heeft, hoe dat ze denkt. Het overduidelijk willen weergeven van het harde. De vormen weer klinken in het bos, maar ze horen er niet thuis. Ze geven ons echt een onbehagelijk gevoel. Iets dat ik in kunst en in beelden altijd apprecieer. En dat je bij Berlinde ziet dat ook echt een van de leidraden is in haar kunst. Dat onbehagelijke. Dit gevoel, dat contrast, is echt een leidraad in haar kunst. Het onbehagelijke. Een gevoel van niet kunnen omgaan met de duisternis. Met de contrast tussen de natuur. Vooral omdat wij als mensen daar een lichtheid aan geven, een geluk aan geven, een blijheid aan geven aan de natuur. Ik wil hier graag eindigen en jullie bedanken om mij te volgen. Ik hoop dat jullie genoten hebben om ook even in mijn hersenen plaats te nemen en mij te volgen terwijl ik dit kunstwerk bekijk en analyseer. En ik wacht ook op jullie reacties. Ik hoop dat ik jullie geholpen heb.